Het avond erop een dag ging ik, zo geil Shelly, naar de groenteboerpunt. Ik voelde me erg geil en opgewonden, maar ik woon nu eenmaal in een gehucht. Zo kun jij ook, als je geil tijdens de dag. Dit is beter voor een andere schuilplaatspunt echter. Het bloed kruipt waar het niet. Dus luister goed naar wat ik te brengen. Naar de groenteboer beleefde uitroepteken toen ik bij de buurt van de groenteboer. Ik vroeg om een pruim. Wat zei je? Zei de groenteboer, beter bekend als het dorp Geiler. En je hebt al zo'n lekkere. Jaha, zei ik. Je weet dat hij, we hebben gedaan samen vaak genoeg. Zou ik opnieuw winnen? Ja, zei de groenteboer, ik ook, maar wanneer en waar? Ik dacht snel. Het was stil in de winkel en de winkel stond in een hoek van het dorp. Punt, soms was er een kwartier geen klant. Nou, zei ik. Weet je wat we doen hier en nu? Tussen de bloemkool. Leiden kunnen we altijd zien door kinderen zeggen dat ze afkomstig zijn van de bloemkool. Punt, kort verhaal. Van Pinayones, van Pinayones.com, ja. Ik kan kort zijn over deze.